welkom bij de Collectebus, het programma waarin wij deelnemers de Tilburgse kermis oversturen om voorwerpen te verzamelen. Laten we gaan beginnen. En daar hebben ze dan, onze nieuwe deelnemers. Voor deze aflevering hebben we weer een Team Ros en een Team Paas. Team Ros, stel jezelf even voor. Mijn naam is Joffrey. En ik ben Jammer. Hi. En Team Paas, ook niet onbelangrijk. Stel jezelf ook even voor. Ik ben Amber. Hi. En ik ben Veertje. Helemaal top. Jullie weten ongeveer wat de bedoeling is vandaag. Jullie gaan in een kwartier zoveel mogelijk kauwgompjes verzamelen. Heb je nog een favoriete smaak kauwgom toevallig? Aardbeien. Ik ben met haar eens, aardbei. Aardbei. Oké, en voor jullie? Ik ben niet zo'n kauwgom-fan. Geen kauwgom-fan voor jou? Pepermunt gewoon voor de frisade. Nou, klinkt hartstikke lekker. Nou, ik heb wel het gevoel dat jullie er helemaal klaar voor zijn, of niet dan? Ja, zeker. En jullie zijn ook... Ik ben helemaal pumped up. Nou, dan moet het helemaal goed komen als je helemaal pumped up bent. Dan ga ik aftellen voor jullie. Pak vast de kannen vast. En dan gaan we beginnen in 3, 2 en 1. Start! Hey. We gaan eerst bij de Eurocoaster kijken of daar mensen zijn met kou. Hebben jullie kauwgom? Iemand hier kauwgom? Kauwgom? Niemand? Kauwgom ijs mag dus niet, hè? Nee, kauwgom ijs mag inderdaad niet, maar het was wel een goed idee. Kauwgom, alsjeblieft. Kauwgompie. Oh, jongens. Heeft u misschien kauwgom? Heeft kauwgom? Hij heeft kauwgom. Yes! Dat is het! Deze is binnen. Zoveel als u kan missen. 1, 2, maakt niet uit. Het is voor Kermis FM, we moeten zoveel mogelijk verzamelen. Ja, ja, ja. Kijk eens. Dank u wel, dank u wel. Hier wat vragen. Ja, een pepermuntje? Nee, niet als we daarmee akkoord gaan. In tijden van nood moeten we improviseren. Hele zak erin gooien! Dat zijn er weer drie, dat zijn er weer drie. Heeft u kauwgom? Ik heb kauwgom, ja. Mogen wij een kauwgompje? Dank u wel! Zijn hier mensen die kauwgom bij zich hebben? Wel drank, dat komt vanavond pas. Hier zitten zoveel mensen op het terras, hier moeten we even heen, Joffrey. Ja, hier! Een sigaret erbij. Wacht, blijf plakken. We moeten winnen van de jongens. Dat doet ze! Winnen van de heren! Goedemiddag, jij ziet eruit alsof je kou van koud. Nee hoor. We hebben nog 1 minuut te gaan, dus nog 1 minuut! Oké, snel dus! Mevrouw, heeft u kauwgom? Mevrouw? Oh, meneer, excuseer. Meneer, heeft u kauwgom? Ik heb geen kauwgom. Geen kauwgom. Dat was heel kut. Okay, dit is echt verschrikkelijk. Heeft iemand hier kauwgom? Een kauwgompje? Hij staat er mooi op hoor. Dankjewel. Top, bedankt. Ja, applaus voor meneer. Hey. Laatste 5 seconden, hebben we nog kauwgom? Kauwgom? Nee. Oh, nou, dat was hem. Zo, dames en heren, daar zijn we weer met onze deelnemers. Team Ros en Team Paas. Team Paas, hoe denken jullie dat het gegaan is? Ja, we hebben het wel echt lekker gedaan, maar ik weet niet. De jongens hebben volgens mij een groot ego, dus ze doen heel stoer. Dus ik twijfel. Ja, oké, dus jullie worden wel een beetje geïntimideerd door deze ego. Nee. Dat dan ook weer niet. Dat weer niet. Ik wil niet zeggen geïntimideerd, maar het maakt het wel spannend. Okay. Team Ros, ik hoor dat jullie heel intimiderend overkomen op Team Paars. Is dat ook een tactiek van jullie geweest? Ja, wij proberen altijd de dominante te zijn, zodat wij uitstralen dat we ook winnen. Want wie uitstraalt dat hij wint, wint ook. Oké, dus jullie zijn zeer zeker over jullie winst eigenlijk? Wij zijn vrij zelfverzekerd over het feit dat wij gaan winnen. Nou, dan gaan we hem even openmaken. Ik zie hier ontzettend veel kou gemaakt. Ja, het is een beetje een troep in jullie melkkan. Ik zie hier 34 kauwgompjes zie ik hier liggen. Wow, 34 stuks. Erg goed gedaan. Dan gaan we even kijken bij Team Paas. Nou wordt het wel erg spannend. Ja. Oh, dit zijn ook behoorlijk wat minder troep ook zo te zien. Hey, ik ga hem even tellen voor je. Ja, jullie hebben ook veel volle pakjes zo te zien. Dat was toen we zeiden dat we van moesten winnen van de jongens. Oh, okay. Dat deed het hem. Klein beetje extra feminisme erin. Ja. Netjes. Dan ga ik nog heel even doortellen. Ja, je gelooft het bijna niet, maar het is het omgekeerde getal. Het zijn er namelijk 43, dus dat betekent dat Team Paas gewonnen. En daarom heb ik voor jullie prijs. Voor jullie allebei een cadeaubon voor de intermezzo. Kunnen jullie daar lekker een ijs halen. En jullie bedankt voor het meedoen natuurlijk. Geen probleem. En tot de volgende aflevering. Kermis FM.